Hallo! Voordat de video begint, ik was dus in vestiging. Het kan ook een aantal keer zijn dat ik het was vergeten bij deze. We gingen dus naar een Pokémon plek en... Ik wil je de hele video verknald? Nee, want er waren nog veel leuke dingen. Er zat ook iets, maar daar komen we later wel terug. Want dat is wat... Dat niet makkelijk op beeld kon en het staat ook niet op beeld. Vergeet niet te veel like op te knallen. Echt niet van de vlog. Tot zo dan. Jodie mensen, we zitten nu in... Vestiging. En I don't know wat we hier gaan doen. Wat gaan we doen? Pokémon vangen. Pokémon. Ja, mij gaat het niet lukken. Die app werkt bij mij niet. Sorry voor de wind. Ik ga jullie zo meteen het uitzicht even gewoon even een shortjes laten zien. Ik niet flikkeren in het water. Dan heb ik een fikke probleem. Oh. En ik zie jullie zo meteen wel. Frank. Tot zo. Vesting of zo, I don't know wat het is. I don't give a fuck. En ik zoom even in daar. Er staat van iemand daar. Fuck gaaf. Ik wil even een rondje lopen, gewoon een aantal leuke shots zet. En ik zie jullie zo. Ik wil even terug naar de jongen. Let's go. Zo, fucking druk is het hier nou. Serieus. Denk jij dat het nog rustig hier gaat worden of denk je dat het echt pas vanavond gaat worden? Nou, het zal wel. Wat vangen hè? 1000. Hoppa. Ja. En ja, geeft hij dat de hele tijd aan. Daar. Gaat de hele tijd te snel en Rick die heeft gewoon een slowpoke. Feels bad, Joey. Feels bad. Echt hè? Feels bad, man. Feels bad, man. Wel de telefoon. Nou. Ondertussen dat jullie Rick dit zien doen, ga ik ook nog even wat vertellen. En wat is dat dit niet... Echt ideaal plekje dat... Ja, godverdomme, hoe ga ik dit zeggen? Hallo Rick. Ik wil eigenlijk zeggen dat dit misschien wel een ideale plek is voor een Mewtwo of een Mew of zo. Nee? Ik weet het niet. Kan je makkelijk in de pet starten? Kan makkelijk toch? Wat op bent! Ik heb niks aan hem. En we hebben allereerst een beach. Scooter en grappen. Yeah. Hoi! Hij vlucht, Rick, hij vlucht voor jou. Toch weg, beetje weg. Cracky. Nou, maar ik wou eigenlijk meer zeggen van kijk, dit is een mooie plek voor een thumbnail zo. So be it. Geniet maar verder. Oh ja, dit is ook een keertje anders dan via mijn GoPro.
Rocky. Bij je al hier hoor. Voor deze keer. Kijk. Een vol drol. Wat? Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Vol drol. Maar vol drol, ook goed. Een mooi ding. Een mooi ding. Oh ja, dat is goed. Het is time. We gaan zo meteen gaan even kijken hoe onze eieren voor staan. Ja. Er is. Echt een lang nekakje. Hey. Deze mag wel papa lopen bij mij. Dat weet je wel. Als hij 10 kilometer uit zijn Jinx uitkomt, gaat hij Pokémon Go verwijderen. Ja. Waarom? Omdat ik al voor de 4 keer Jinx heb, als ik 10 kilometer uit. Oké, nice. Zet hem geen life. Okay. Testing kids. Activiteit voor kinderen op woensdag 17 augustus om. Ik weet niet wat hier te blijven valt. Geschiedenis. En echt iets wat ik hier echt niet naar binnen wil. Wel een leuk verlaten plekje. Ja. Als dit geen pokestop is, ben ik het ook niet hoor. Kakzooi. Ook een tje. Van de vuurtoren. Klooie! Is dat de rood? Nee, geel. Ja. Geel! Team Geel aan de top, hè? Ja. Ik ga echt zoveel mensen gaan verleden. Nee, team blauw, nee, team rood! Team blauw. Geen belediging aan die mensen. Team blauw. Ik heb een account op een andere telefoon, maar die telefoon heb ik nu niet in bezit. Kan ik ook een team bezit krijgen. Maar daar zit ik wel in team blauw, omdat het moet. Want ik voel me daar helemaal alleen. Maar wanneer ik op mijn eigen telefoon Pokémon Go kan downloaden, dat gaat echt 20 jaar duren, I don't know hoe lang. Dan ga ik pas weer. Dan ga ik naar Team Geel. En dat beloof ik ze. Dat hoop ik. Let's go. Onderweg naar Kabuto. Deze keer wel, hè? Ja. Deze keer wel. Kom als je hem wel vangt. Deze keer niet als je Pokémon Go dit doet. Tot dan. De voorgaande keer. En dit is toch wel een plaatje. Ja, toch. Oké, we gaan naar de vuurtoren, naar de gym. En naar de Dutch. Ik ga mijn gym schrijven. Ja? Oké, naar de Brookie. Oh, wacht, ja, chill is goed. Lijken. Daar zit een ringje van, hè? Wij staan hier. Steepberg is ongeveer 30, 40 meter of zo. Daar zijn we. Zien jullie zo meteen. En dan gaan we weer 2,5 uur rijden. Ik dacht dat druk was, maar als dat er ook bij zit. Nou, ook alle Pokémon Go spelers. Dan is het nog drukker hoor. Jezus. Oeh, kijk, een beetje. Hi. Hey. Oh. Best ding, kom maar in de wind, kom met een greepbal. 1, 2, 3, en je hebt hem. Ja.
grote wind. En meeuwen. Meeuw! Nee, het was ook een meeuw. Draai! Nee. Ik ga je dat maximaal pakken. Ik moet hem 200 in. Ja, tot zo. Ik zag net. Zit er nog. Joey zag net. Iemand boven water en sprong in het water zo, weet je dat? Lions roaring in the morning sun. We gaan wel weer verder. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Ik heb de hele tijd hier voor alles gezegd. Balzar, balvet. Pikachu. Wat is dat? Kijk naar me. Met de mais. Zeker, zeker. Ik heb hem niet even gezien. Ik heb Pikachu. Deze, hè? Dan ga ik een magnetron doen. Zal ik hier magnetron? Zo. Doe mooi. Sorry, ik dacht wel af. The birds have just begun. Ik ga voort op wat ik nog mee gevolgen was dat voor Joey wat in der. Ik heb privacy nodig. Ik heb privacy nodig. Iedereen heeft privacy nodig. Ja, maar met iemand. Met iemand. Ik ga het ook die hond daar. Nee, ga ik niet. Ga ik niet. Ik vang geen Pokémon, ik kan geen Pokémon vangen. Echt iedereen die hier een shot. Maar ik heb het dus nu voor een shot. Ik vang hier alleen maar Pokémon. Alleen maar een beetje. Waar ik? Weet je dat? Ik zie je dus zometeen wel, maar eerst even dat shot. Hier en zo. Nu kwam op dat stuk aan waarom dat ik zei dat het niet echt lekker ging. Zoals ik al zei, op mijn GoPro kan ik niks zien, helemaal niks. Dus ik kan ook niet zien dat het erop stond. Dat zie ik nu pas allemaal. Ik dacht van nee, shit, het staat er niet op. Dat zie ik nu pas. En ik dacht van fuck. Maar ja, laten we erop houden. Het was een straaljag die eventjes langs kwam zoeven. Super vet. Kom je nooit tegen in weet die ook weer. Nou, in de stad waar we waren, in de pokeplek, laten we het daar pauwen. Op de poke, een grote pokeplek, laten we het daar pauwen. Laten we zeggen, het was best wel druk. En ja, hij vloog al boven ons hoofd en niemand had het gezien, behalve ik en Joey. En nog een aantal anderen, maar niet veel. Maar ja, ook voor het eerst. Lekker aan het spelen. Echt helaas.
penning te veel, maar misschien wel. We don't know, we see it, that's a PC. Er komt een hele grote hond op te rijden. Schijnt eens een keertje. Allee. Mooi ding. Aangekomen thuis weer. En I don't know what to do with you. Het is nog niet avond en ik denk dat ik ga smashen. Het is dan na te denken wat anders te gaan doen. Wat gakketjes in het spel doen. En ik hoop dat het werkt. Ivo bedoel je. Als jullie de stream hebben gezien. Dan snappen jullie het wel. Als het nog nodig is dan. En ik ga nog ergens naartoe een meldkut. Anders dan zien we het zo meteen wel. Tot zo. Dit was de video. Wil je een missing smash? Blauw duimpje omhoog. En ja, deze Pokémon video vlog was niet echt wat ik wou. Het was meer eventjes van hey, ik moet even het opnemen. Het gaat niks voor zondag. En bij deze is het nu wel gelukt. Livestream is ook laat gelukt. Wel laggy. Maar ik ga voort, dan ga ik gewoon normaal opnemen en geen hoofdstuk meer doen. Vergeet geen like erop te knallen. En ik ga de vlog maar verder te, want ik heb nog wat te gaan. Dus zaterdag. Let's go. Als jij nu nog kijkt en denk echt van, oh, Ivo, nog een uurtje erachter. Ja, ik wil graag meedoen. Nou, meedoen. Ik doe eigenlijk al een beetje mee met een soort van game genaamd Brawlhalla. Dat is een game dat je gewoon kan downloaden op Steam. En ik wil daar gewoon binnenkort willen gaan opnemen voor videotracks voor het nieuws dat morgen online komt. Waarom? Nou, gewoon. Ik wil gewoon even wat opnames doen voor Brawlhalla. Gewoon eventjes leuke dingen doen met kijkers. Gewoon eventjes gewoon dingen doen wat we eigenlijk nooit zouden doen. Gewoon eventjes gewoon praten. Misschien even Skype of zo. Dus als je gewoon mee wilt doen, ga naar mijn Google Plus account. En volg me eventjes. En laat eventjes een DM'tje achter. Of dat doe je eventjes via Twitter. Twitter staat in beneden in de beschrijving. En ik zie jullie wel later bij de gloednieuwe video. En ja, en als je Twitter niet kan vinden, het staat ook al wanneer je naar mijn kanaal gaat op je computer. Staat het er ook. Dus dan kan je ook gewoon zeggen, hey Ivo, ik wil meedoen met Brawlhalla of Minecraft Survival of Skywars of iets in die richting. Ga ik overleg met het team. En belichting is nu echt heel erg, maar ik moet het even watjes afmaken. Bedankt voor kijken, bedankt voor het abonneren. Vergeet geen like erop te knallen. En tot morgen bij een gloednieuwe video. Peace.